zijn hier bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. En dit is... Amira. En dit is... Bermin. En we gaan een belangrijk interview doen, namelijk met... Minister Plasterk. Minister Plasterk. Ik vind het belangrijk dat kinderen ook mee kunnen denken over de toekomst. Kinderen die zien de wereld anders en die hebben ook hun eigen mening net als alle anderen. Mijn opa en oma zeggen altijd dat oudere mensen veel wijzer zijn dan kinderen. Maar ik denk juist dat dat niet zo is, want mijn opa en oma die leefde in de jaren 40 en daar hadden ze amper een telefoon. En dat hebben we nu wel, dus wij weten veel meer over technologie en al die dingen. Wow. Dankjewel. Wat is het voor moois? Kindermanifest. Kindermanifest. Wij, kinderen in Nederland, willen graag meedenken over de toekomst van de wereld, Europa, ons land, onze steden en dorpen. Toen ik kind was, wilde ik buschauffeur worden en paus en profvoetballer en nog een paar van die dingen. Maar toch op een gegeven moment al wel directeur van een dierentuin. Want ik was altijd wel geïnteresseerd in dieren. En nou, dat als je nu minister bent, ben je toch een beetje directeur van een dierentuin. Ja. Wat is het pact van Amsterdam? Oeh, je hebt je goed voorbereid. We gaan in Amsterdam afspraken maken met ministers van andere landen in Europa, maar ook met burgemeesters en ook met andere vertegenwoordigers van steden. Om te zorgen dat we de rol van steden ondersteunen. Wat vindt u de belangrijkste afspraak? We hebben een aantal afspraken gemaakt. We hebben ook afspraken gemaakt over geld en over delen van kennis. Maar ik vind het belangrijkste dat we bij besluiten die we nemen in Europa beginnen, wat ik net vertelde eigenlijk, beginnen bij wat betekent het voor de steden. En dat die van tevoren al hun mening kunnen laten horen. En met wat jullie allemaal belangrijk vinden, 7 punten. Goed zeg. En het eindigt met volwassenen net als wij gelukkig zijn. Dus je denkt niet alleen maar aan kinderen, maar je denkt aan iedereen. Wat mooi. Kinderen maken zich zorgen over veiligheid, u ook? Ja. Eigenlijk begint alles bij veiligheid. Er zijn heel veel verschillende manieren om het verkeer moet veilig zijn. Het moet op straat veilig zijn. Dat je gewoon... de meisjes moeten niet door de jongens worden lastiggevallen. Mensen... Nou ja, dat zijn allerlei soorten veiligheid. Je moet ook een leger hebben voor het geval er ooit iemand je zou aanvallen. En waar ik zelf mee bezig ben met de veiligheidsdienst is proberen te zorgen dat we goed in de gaten hebben als mensen aanslagen willen plegen. En dat we ze dan tijdig in de kraag kunnen vatten. Vindt u het ook belangrijk dat ik naar kinderen geluisterd word? Ja, dat is ontzettend belangrijk. En het is eigenlijk, in de politiek zul je ook zien dat veel mensen, als je nou doorvraagt van waarom doe je het nou uiteindelijk, dat ze het uiteindelijk doen om te zorgen dat kinderen een betere wereld krijgen. He, dus ook veel mensen in de politiek, natuurlijk willen ze het ook wel goed maken voor de mensen om zich heen en misschien voor zichzelf en voor hun buren, maar uiteindelijk willen ze toch dat wij aan jullie generatie een betere wereld nalaten. Er wordt vooral beslist over 30 jaar van wat zal er dan moeten gebeuren en dan zijn de meeste volwassenen zijn dan ouder en dan hebben wij de wereld in handen als kinderen nu, dus dan zouden wij beter kunnen beslissen van wat zouden wij in die wereld dan willen? Meer elektrische auto's, meer zonne-energie, windenergie en blauwe energie. Kinderen hebben veel meer fantasie en zo dan ouders, dus die kunnen ook veel meer goede ideeën bedenken. Ik denk dat het heel verstandig is dat volwassenen naar kinderen luisteren. Het is ook, we zijn met z'n allen bezig om een wereld te maken die uiteindelijk door de kinderen zal worden overgenomen. En het is belangrijk dat we van jullie horen wat jullie ervan vinden. Alleen als volwassenen meer naar kinderen luisteren, kunnen we met elkaar zorgen voor een betere wereld. Heel erg goed, daar ben ik het helemaal mee eens. Dankjewel. Dankjewel. En leuk jullie gesproken te hebben. Ja. Dat gaan we even hier erbij leggen. Zo.